De partij van Broederschap en Eenheid in de Politiek mocht gisteren hun 51-jarig bestaan herdenken. En in het kader daarvan hebben wij de voorzitter van de BEP in de studio, Ronnie Asabina. Goedemorgen, heer Asabina. Alles goed? Goedemorgen, kijkers, luisteraars en u ook. Ja, gisteren 29 april, 51 jaar alsnog gefeliciteerd, zal ik zeggen. Ja, bedankt. 51 jaar, klopt. Ja. Heer Asabina, hetgeen me direct opviel is dat de BEP aangeeft dat na 50 jaar jullie toch wel richting een nieuwe missie gaan binnen de BEP. Ja, en dat is onder andere het behoud van onze kostbare tropische regenwoud voor de toekomstige generaties. Vanwaar dat de BEP besluit van we moeten in onze... Tenminste, in onze visie moeten we dit nieuw standpunt meenemen en betrekken. Zo, bedankt. Nogmaals, we feliciteren de Beppers, sympathietanten, met dit heugelijk feit. 51 jaar. Ja. We denken aan de mensen van wel eer, de pioniers. Ja, de mensen die aan de wieg hebben gestaan van de organisatie. Maar om concreet in te gaan op uw vraag, eigenlijk de overwegingen, de dieperliggende motieven, welke ten grondslag liggen aan de oprichting van de partij, die zijn nog steeds actueel. De BEP die gaat voor een sociale rechtvaardigheid. En als we praten over sociale rechtvaardigheid, dan heeft dat relatie met de natuur, behoud natuur, milieubeheer en natuurbehoud. Ja. Onze missie is hetzelfde gebleven. Wat we wel doen, is dat we vraagstukken, uitdagingen die internationaal oog en actueel zijn, die proberen we naar voren te brengen en ook ons kijk daarop te richten en te komen met oplossingsmodellen. Trouwens, Suriname is het groenste land ter wereld. Wij zijn een belangrijk deel van de long van de aarde. En na Amasara Gado Jiu in, en we moeten op een verantwoorde manier daarmee omgaan. Ja, ja. Heer Asabina. Zonder meer, dan komt dan het woordje grondrechtenvraagstuk direct in mijn op, want het gaat dan gepaard hiermee toch, het behoud van de tropische regenwouden. En als we kijken terug naar onder andere de Nationale Assemblee, dan is er maar één keer een vergadering geweest hierover. Ja, wat zegt de BEP toch hierover? Dus wij vinden het erg dat gemeenschappen die voor hun voorbestaan afhankelijk zijn van het milieu, de natuur en alles wat daarmee hangt, dat hun rechten nog steeds worden geschonden. Er zijn internationale vonnissen en met als rode draad dat het voorbestaan van die gemeenschappen staat en valt met wettelijke erkenning van hun basisrechten. Dat zijn hun gronden en de grondrechten. En als we de balans opmaken, inderdaad, tot nu toe is er geen zicht op verdere behandeling van deze de oplossing van dit vraagstuk. We zijn gesteund of geëindigd bij de eerste ronde. En we praten nog steeds over een Kali-Kali-wet, een kaderwet. Maar in feite, met het kaderwet, ja, krijgen we nog geen situatie van dat we handen en voeten zullen hebben gegeven aan wat wij noemen dit belangrijk en thema van grondrechten. En die gemeenschappen die voelen zich misleid en belazerd. En ik kan me 100% daarin terugvinden. Ja. Hoe kunnen we dan praten over, hoe kijk je zelf naar, want we willen praten over behoud van dit gedeelte toch? Maar bij behoud heb je wetgeving nodig. Klopt, en tot nu toe zien wij dat er onvoldoende aandacht daaraan wordt besteed. We hebben pas nog geen maand terug hebben we een milieuraamwet. Dus wanneer we zeggen we zijn een land dat, hoe zeg men dat weer, we zijn negatief en carbon negatief. En we proberen
de wereld af te kammen om dat te evangeliseren, mm-hmm. terwijl wij niet in, werken aan die randvoorwaarden. Mm-hmm. Ja, dan is dat een, onacceptabel. We zijn partij bij verschillende verdragen, Minamata-verdrag en zo zijn andere verdragen die te maken hebben met duurzaam milieubeheer en natuurbehoud. En we zien dat we niet eraan werken. Ik sprak gisteren nog met iemand en we kwamen tot de constatering dat we in feite geen wetgeving hebben die onze waterbronnen beschermt. En zo zijn er een aantal zaken die spelen op het gebied van natuurbehoud en milieubeheer. Ja, ja. Heer Asabina, we praten over milieubeheer. En u geeft aan het behoud van onze tropische regenwouden moet natuurlijk, daar gaat onder andere de BEP zich voor sterk maken. Maar hoe kijken we toch wel naar het stukje van die kleinschalige goudsector die ook actief is in het gebied en voornamelijk toch wel een gevaar vormt voor de bescherming van je tropische regenwouden. Hoe kijkt de BEP zelf daar naartoe? Dus wij vinden dat je een zekere balans mm-hmm. moet kunnen en vinden. En die ruimte en die mogelijkheden zijn er, maar die worden niet uitgebuit. We moeten wel vaststellen dat wanneer we zeggen we willen de kleinschalige goudwinning ontmoedigen, dan moeten we zorgen voor alternatieven. Mm-hmm. En die alternatieven zijn er bij lange na niet. Het gros van mensen die in het achterland wonen, is afhankelijk voor een inkomstenbron, mm-hmm. is men afhankelijk van de kleinschalige goudsector. Maar niet alleen de gemeenschappen, het land Suriname. Ja, voor zijn inkomsten is de staat in belangrijke mate afhankelijk van de inkomsten uit de goudsector. En meerdere studies hebben bewezen dat de bijdrage van de kleinschalige goudsector aan de nationale economie, maar ook binnen het totaal van die goudinkomsten, het is navenant gelijk aan dat van wat die grootschalige goudsector produceren. Ja? Dus zie daar het belang en de noodzaak om structuur, om ordening, om richting te brengen, om beleid te maken en uit te voeren. Maar tot nu toe zien wij dat dat niet wordt gedaan. Wat we gezien hebben is dat er, staatsbesluiten zijn geslagen. Er is een team, een managementteam en een uitvoerend team. En beide teams zijn belast met de ordening van die goudsector. Maar de samenleving en de sector merken niks ervan. Wat er wel plaatsvindt is dat mensen zich verrijken. En dat is onacceptabel. Maar we zien dat we praten in het parlement constant hierover. Maar het gaat in dovemans oren. Wat we niet over het hoofd moeten zien. De goudsector is een sector die gekenmerkt is door inhaalige elites. Mm-hmm. Het is belangenverstrengeling van hier tot ginder. Ja, inhaalige elites die daar de dienst uitmaken. En ervoor zorgen dat die ordening niet komt. Want als die ordening komt, ja, gaan we een situatie krijgen waar, zodat ik het onder die noemer ben, hun blote bil te zien zullen zijn. Ja, ja. En als we praten over dat stukje van middelen die vrijkomen, u geeft het zelf aan vanuit de goudsector. Er komen genoeg middelen, de overheid kan er aan verdienen. Vindt u dat er genoeg terug wordt gestopt in het behoud van onze regenwouden? Helemaal niet. Op dat gebied is er geen beleid, toch? Mm-hmm. Dat is er niet. Wat we zien is dat die inkomsten een andere bestemming krijgen. Mm-hmm. Maar wat we ook zien is dat wat de overheid zou moeten halen uit die sector, bij lange na niet wordt gehaald. Niet iemand anders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de ordening van de goudsector, de vicepresident hemzelf. Die heeft zelf gezegd op jaarbasis kan de staat een half miljard US dollar genereren uit de kleinschalige goudsector. En in dat kader, als je het mij vraagt, hadden we IMF niet nodig. Ja. Maar we zien dat het mes niet gezet wordt daar waar het gezet moet worden.
En we praten nog steeds over gemiste kansen. En dat is erg, dat is spijtig. Heer Asabina, hoe lang gaan we nog zo door? Want onder andere, er wordt niet geld teruggestopt in het behoud van onze regenwouden. En bij nagenoeg vraag ik me, hoe lang gaan we nog zo door op deze manier? Ja, dus ik mag geen politieke inspraak hier doen. Maar dit kunnen we niet langer tolereren. We hebben een kabinet. En de as van het kwaad binnen dit kabinet is die verdeeldheid. Die animositeit. Die bitterheid. Die haat en wrok. Pelobino de vaak bonodapi. En we zouden de regering willen oproepen om dat pad te verlaten. Het beleid moet, er moet sprake zijn van eenheid van beleid en eenheid in bestuur. Maar dat zien wij niet. Ja, we zien dat er een regering is, een coalitie, maar meerdere regeringen. En dat maakt dat die beoogde vooruitgang, ja, en dat we dat niet halen en realiseren. Maar om terug te komen op uw vraag, het staat en valt met beleid, gezond beleid, goed beleid, maar ook aan die randvoorwaarden. En een belangrijke randvoorwaarde is dat je competente mensen op posities moet hebben om het werk te doen. Dat is een belangrijke randvoorwaarde, de kwalitatieve bezetting van het kabinet. Dat is heel belangrijk. Ja. Als we praten over andere zaken, heer Asabina, die ook natuurlijk de aandacht genieten van de samenleving, zijn natuurlijk de themavergadering van de afgelopen periode in de Nationale Assemblée. Sommige debatten misschien heftiger dan andere. Voornamelijk hebben we het vorige week gehad over volksgezondheid. Aan de orde moet nog komen de energietarieven. We horen de geluiden al vanuit de vakbeweging dat zij dreigen met stakingen. De donderdag en vrijdag, heer Asabina. Hoe kijkt u zelfs toch wel naar deze zaken? De verhogingen die zijn doorgevoerd in het kader van het IMF-programma. Dus die verhogingen, die zijn killing. En wat we zien is dat de regering aan land en volk heeft gezegd, we voeren geen IMF-programma. Wij voeren een Surinaams aanpassingsprogramma. Maar wanneer we merken dat er impopulaire maatregelen getroffen dan wel genomen moeten worden, dan zegt de regering, het is IMF, is een vereiste van IMF. Maar ik heb nooit gehoord waar IMF gezegd heeft, en dat is heel belangrijk, ik heb nooit gehoord waar IMF gezegd heeft, u moet een energietarief verhogen. IMF heeft dat nooit gezegd. IMF heeft gezegd, u moet de subsidie afbouwen. En subsidie afbouwen, u mag koenen pakken, u mag het groene woordenboek pakken. Subsidie afbouwen is geen synoniem van tariefsverhoging. Primair, economisch bekeken, ja, is wanneer je, je subsidie moest afbouwen, met andere woorden, je hebt te veel kosten, dan ga je aan kostenreductie doen. Dan ga je het mes zetten, misschien het bedrijf op de operatietafel plaatsen. En kijken waar je moet gaan bezuinigen. Maar in Suriname doen we dat niet, vooral bij parastatalen. EBS is nog steeds een monopolist op de markt. Ze hebben geen concurrenten, ze kunnen maken en breken. En dat doen ze. En we zien dat de regering in dezelfde koor samen zingt met EBS. Op geen enkele wijze hebben we gezien dat er enigszins getracht is om die lucht en die kostprijs terug te brengen, om die inefficiëntie terug te brengen. De regering zegt, we moeten het EBS-tarief, energietarief, moeten we marktconform maken. Betekent dat een energietarief wordt gedollariseerd. Maar de economie is niet gedollariseerd. Uw salaris en mijn salaris, en ik zeg toch, ze zijn een marktconform gemaakt. Maar EBS-tarief wordt marktconform gemaakt. Kom nog bijkijken dat we niet hebben gehoord dat een onafhankelijke deskundige, toch, bureau, deskundig bureau, ja, die prijs heeft beoordeeld die men nu de samenleving laat betalen. Heeft u dat dan gevolgd van de commissie, de energiecommissie, die een tijdje bezig was om te onderzoeken, waarbij ze toch wel verschillen met de kostprijs die was aangehaald vanuit de kant van de regering? We hebben met eigenlijk wat
een stukje disrespect etaleer, is dat terwijl het parlement nog bezig is, het parlement is nog bezig met die actoren, met staatsolie, met EBS en vervolgens moeten we nog met de regering praten. Terwijl we bezig zijn, we zijn nog niet eens klaar, is die verhoging ingegaan. Terwijl de staatsraad een negatief advies heeft uitgebracht, hebben we gezien dat de regering die verhoging door de keel van dit getergde volk heeft gedrukt. Ja, dus we zien dat eigenlijk, ik zou bijna kunnen zeggen dat men een olifantenhuid heeft. Maar ja, belangrijk is dat wij niet content zijn met de keuze en het besluit. Het is niet waar dat IMF gezegd heeft, je moet de prijs verhogen. IMF heeft gezegd, u hebt me gezegd, regering, u gaat afbouwen de subsidie. Dus, en de regering heeft het vertaald van nee, verhogen. Terwijl het laatste jaarverslag van IBS dateert van 2018. Ja, terwijl we niet hebben gehoord van IBS. En dat zien we ook niet, want die verhoging is al ingegaan. We hebben niet gezien dat die dienstverlening is verbeterd. Ja toch? Nog steeds moet je betalen. Ja, wordt je rekening, de berekening die je betaalt, is niet gebaseerd op het huidige en gebruik. Zo lees je naar elkaar drie moeten de maïkong. De maïkong tegen rekening. We leven nu in een wereld van digitale en een meterstand. Maar de maïkong en een meterstand heet. Maar de maïkong kon dat de maïkong kon maken zo mini. Dus je moet het, als je vindt dat je gaat dollariseren, betekent je gaat je prijs internationaliseren, dan moet de dienstverlening ook dienovereenkomstig zijn. Dus, en dat is er niet. Dus in feite hoor ik u zeggen, heer Asabina, in plaats van er is gekozen om EBS en de Power Company op de operatietafel te gooien, dat men heeft gekozen voor de gemakkelijkste weg. Om dus toch wel te komen, om toch wel dat van het afbouw van subsidie te compenseren. Precies. En al die, kijk, energieautoriteit is een energiewaakhond. Die moet aan de kant van de samenleving staan. Maar we hebben nooit energieautoriteit in deze gehoord. Toch? De vraag is ook, wie draait voor de kosten van de energieautoriteit Suriname? Als dat de EBS is, dan is dat conflict of interest. Want dat kan niet. Ja? Het is een waakhond en die waakhond moet erop toezien dat er sprake is van fair play, van prijzen die de toets der economische en dingen, wetmatigheid moet kunnen doorstaan. En ik weet niet of u gehoord heeft dat een energieautoriteit zegt, ik heb de deskundigheid niet in huis om die kostprijs te beoordelen, dus ik laat een deskundige of een bureau inhuren om dat voor mij te doen. Nee, wat we meemaken in de praktijk is dat de energieautoriteit de taal praat van EBS. En dat is onkan, dat is verwerpelijk, dat is onacceptabel. Een van de zaken dus die vandaag aan de orde zal komen in de Nationale Assemblée. Klopt. En we hopen van ganse harte dat men ingaat op die vragen die we stellen, wat we meemaken in de praktijk, is dat de regering een vluchtgedrag vertoont in het parlement. Men gaat niet op de issue. We hebben toch gehad dat van veiligheid, waarbij de regering heeft doen voorkomen alsof veiligheid en criminaliteit alleen bestaat uit inbraak, uit overval en roof. Terwijl wanneer we praten over criminaliteit, dan is het vereist een ketenbenadering. Dan, corruptie is evenveel crimineel gedrag als roof. Ja? En smokkel, idem. Ja? Money laundering, idem. Maar we zien dat de regering niet op deze onderdelen heeft ingezoomd. En dat is misleiding. Ja. Geweldig is dat, heer Asabina van u. Natuurlijk kijken we verder uit naar de behandeling in de Nationale Assemblée. Nog bedankt voor uw komst. En we kijken natuurlijk naar de zaken die u verder zal halen in de Nationale Assemblée omtrent deze thema vergaderingen.